dan hebben ze de plank waar ze normaal op zwemmen. Er zitten glijijzers onder. En dan gaan ze met de glijijzers over het ijsbeen. En mensen uit een wrak te halen. Wrak, sorry. Nou, er liggen al drie mensen in het water. Het reddingsteam gaat nu te water om de drenkelingen die in het water zijn terechtgekomen te gaan redden. Voor zijn hoofd. En s'nachts zit daar verlichting in. Het is ook retro-reflecterend. En als het s'nachts is, dan kan het niet doen. Hey, Dokker! Hou mij dan weer tegen al, hé! De tweede is er ook te water. Hey, Dokker! Kom je nou aan je leg? En de eerste wordt nu gered door het oppervlakkig reddingsteam. Met René achter het stuur. Wordt aangelijnd door een liner die daar de oppervlakken redder binnenhaalt. Ja, er zit een hoop geld in, hè, dat weet je. Oké, de volgende. Laat me nou los! Ik heb er nog een hier aan mijn voeten! Met die andere voeten heb ik ook! Staat er Jute mee, hè? Nee, klim mee! Dit weet je! Jute! Pak hem aan, pak hem! Wel een velletje, joh. Die onderste rol kun je makkelijk pakken.
Laatste slachtoffer uit het water gehaald en het reddingsteam komt zo meteen ook weer naar de oppervlakte, oftewel naar de kant. Hier wordt deze cabine wordt de drenkelingen ontsmet. Nou, wie kan er goed wassen? Kom op, moet die meneer even wassen hier. Nee, kom op joh. Slachtoffer is ontsmet, zodat hij zo meteen door het Sigma-team behandeld kan gaan worden. Normaal gesproken zouden we dit blurren, maar omdat het dan om machtige mooie oefening gaat, doen we het even op deze manier. De redder die wordt momenteel ook ontsmet om te zorgen dat alles dadelijk weer clean is.